bottle of wine. Time is an empty bottle of wine. Time is an empty bottle of wine. Time is an empty bottle of wine. In de gang zijn, dat heb ik altijd. Fokken in het lopen. Moet kijken. Godverdomme, ik ben er nog niet. Laat die fijn zijn. Kijk, dat dus. Wat ik al 20 keer heb misgehaald. Wel een beetje van de kamer, zeg. Moet je kijken. Ik kon heel goed leren, ja. Maar op een goed moment, toen werd de muziek, kreeg echt de overhand. En toen deed ik mijn huiswerk niet meer en dan was ik alleen met die muziek bezig. Die muziek die was dominerend. Panisch dominerend. Steeds erger. Dag en nacht naar muziek luisteren en mee bezig zijn en zelf spelen. Maar ook niet een goede leerling. Ik was absoluut een ramp van een leerling op die klarinet. Want ik deed ook niet wat men van me wilde. Ik deed alleen maar wat ik zelf wilde. En dat kon ik dus niet uitleggen aan andere mensen nog. Wat daar de motivatie van was. Waarom ben je tegen draads? Waarom doe je niet wat iedereen doet? Op een goede dag werd mij verteld dat er in het harmonieorkest van Tuindorp Oostzaan een basklarinet vrij was. Dus ik als de sodemieterij naar Tuindorp Oostzaan. Ik werd direct aangenomen. Voor de marsen op straat kreeg ik een tenorsax om dan mee te lopen. Dus dan had ik weer een instrument erbij. Ik maakte ook composities. Dus als iemand anders op zaterdagavond ging dansen of feest ging vieren in de stad of wat je dan ook deed, dan bleef ik thuis en dan zat ik te ploeteren over drie maten. Want die moesten op papier komen. Dat moest. Dat wist ik. Dat moest zo zijn. Zo, een permanentje maar goed zit. Het is een vreselijk zwaar deze. Ik heb een kwart over negen, 20 over negen. Ja. Ah.
Ik moet even iets laten zien. Dat hebben we niet zien. Maar onze lied staat hier precies. Da 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 da. Ik had verwacht dat Lori daar vanmiddag mee zou beginnen. Ja. Met de restaurant. De puinhoop. Ja, mensen bedenken wat, hè? Doet wat. De eerste reactie op een gegeven of wat je wil is altijd het beste. En alles wat je daarna aan gaat zitten slijpen, dat maakt het minder. Want het maakt het minder brutaal en dat wordt het een beetje gelijkmatig en zo. Meer acceptabel of weet ik veel wat. En dan klopt het allemaal beter. Laat ik zo maar zeggen, het klopt beter. Maar bij mij hoeft de muziek helemaal niet te kloppen, want daar ben ik niet voor. Ik heb film vanaf mijn eerste tentoonstelling in 1965 in de Galerie Zwart op de Keizersgracht. En daar heb ik uitgenodigd Willem Breuker om te spelen. Maarten van Rechteren Altena. Dat was in 1965. Ik ging naar die opening toe, niet wetend dat er muziek zou zijn. En daar speelden dus Benning en Ted Kersen. En dan een jonge man met een sikje. Een beetje met het uiterlijk, moet ik zeggen, van een onderwijzer. En die daar waanzinnig tekeer ging in die kleine ruimte. Ik vond het dus echt prachtig. Ik was zelf in die jaren overweldigd door de nieuwe ontwikkelingen in de jazzmuziek. Dus die hoorde mij spelen. En die vroeg mij toen om muziek te maken bij zijn film over Lucebert. Komt-ie. Dus de constructie is eigenlijk helemaal via muziek en geluid, brengt je. En via die. Dit ook bijgemaakt. Bij het doek, hè? Hij had dus ook die gedachte van bepaalde
zeg maar vorm of bepaalde structuren neer te leggen. En ja, daar konden we elkaar heel goed in vinden. En ook dat je dus heel goed over vorm kan praten. Want de emotie, dat er emotie moet zijn, dat spreekt vanzelf. Dus daar hoeven we het eigenlijk niet over te hebben. De avond tevoren was tijdens een protestdemonstratie van bouwvakkers één man en niet twee zoals hier staat overleden. In 1966 kwam ik op het Loosdrecht Jazz Concours met een 23-mans orkest. En daar hebben we toen de litanie voor de 14 juni uitgevoerd, wat ik had geschreven, naar aanleiding van de opstanden die in Amsterdam hadden plaatsgevonden. En dat was dus voor de eerste keer dat jazzmuziek, of hoe je het ook noemen wil, werd geconfronteerd met de politiek. Want over het algemeen is jazzmuziek ook een buitengewoon apolitieke muziek. Ja. Dat is hem. Zie je wel, de intellectueel met zijn bril op. Een sigaretje in zijn snuffert. In 1966 dacht ik, als ik nu ga, dan pak ik het goed aan, dan ga ik meteen met 23 man. Dat was natuurlijk een buitengewoon provocerend gedrag. To whom this may concern, this can be a message concern. Ik vond alles even spannend natuurlijk. Dus, en ik had toen ook al het idee dat het zo moest. Drie orkesten meteen maar, en een zangeres en een danseres. En de hele heisa. En daar zaten dus jongens bij die Willem uit het café kenden. En ook mensen als Hans Vonk of Jan Wolf. Echt gediplomeerde muzikanten. Ik heb er mee gespeeld, ook met die grote bezetting. Hij werd gedeclameerd en op gezicht en zo. Ik vond het wel leuk om gewoon met de stel op Roekraaijs dan bijvoorbeeld een hele wilde, een hele woeste solo te spelen. Dat vond ik wel leuk. Wat heeft de jury besloten? Toen? Ja.
Wat was dat ook weer? Oh, ik werd tweede of zo, ja. Ik werd na veel 5 en 6. Omdat dus de een gaf een 10 en de ander gaf dus een 3. Ja, dan wordt het gemiddelde zakt dan enorm naar beneden. Maar het hield me wel meteen dat ik van de ene op de andere dag wereldberoemd was in Nederland. Stond in alle kranten. En het was het einde van de muziek. Nu was de totale anarchie aangebroken. Dat schreven de mensen ook en zo. Dus ik had wel veel te spelen meteen daarna. Want iedereen wilde wel eens horen hoe dat nou met de muziek zal aflopen. Ik heb zelf Willem Breuker, zeker in die tijd, beschouwd als een zeer welkom fenomeen. Maar vooral een zeer welkom fenomeen vanwege de veranderingen die vanwege de dingen die hij doorbrak. Meer misschien dan vanwege de dingen die hij schiep. Ben jij dit? Ja, ik ben een grote bel. Een enorme bel. Andy is er niet. Ja, Dick. Kom met die fles. Slijmert. Nee, je moet van. Nico, kom op met die bekers. Ongelooflijke zeiker, ben jij? Als je niet een hele grote glas hebt, mag je van mij. Kom hier. Kom hier. Eerst lief doen. Hier. Ja, ik kan. Kom hier. Ik ben kom hier. En doe. Ha. 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 Ik heb niet gedronken. Jij hebt gedronken. Ik heb niet gedronken. Jij hebt gedronken. Kom hier. Jij hebt gedronken. Kom hier. Ik heb niet gedronken. Kom hier. En doe. Ja. Ha. Jij hebt gedronken. Ik heb niet gedronken. Jij hebt wel gedronken. Jij hebt gedronken. Nee. Ja. Het wordt Malle nichtje. Ik gun het je van harte. Ja, schat eruit, Malle nicht. Hier, zuip op. Hou je bek voor zuip je maar te barsten. Ik geef mij een beker. Ik hoef geen witte wijn, man. Moet je een witte wijn? Nee. Ja, zeker. Ik ben geen groesje. Nee, dat zeg je wel, ja. Dat zeg ik, ja. Ik kan bijna niet wachten. Zo lekker. Zie je dat? Ruikt ook heerlijk. Bel afzetten. De wereld slaat helemaal. Ja. Heerlijk, ik moet er helemaal voorbij komen. Ik ga altijd een maagkramp. Ik denk dat ik even ga moeten. Toen wij onze eerste tournees in Amerika gingen maken, in 1977, en dus we zijn er nu inmiddels 11 revue gepasseerd. Toen men in Amerika mooi over ons ging schrijven en zei die muziek is heel belangrijk. Dit is hele originele, rare muziek, die komt uit Europa en die hebben wij in Amerika niet. Dit is door iemand bedacht, die woont in Amsterdam. En toen men in Europa die kritieken ging lezen, toen werd onze werkgelegenheid direct een stuk groter. We konden naar Frankrijk, Italië, weet ik veel, Duvel en Aalmoer. Dus iedereen die nog in twijfel was omtrent de dingen die wij deden, die waren opeens overtuigd omdat Amerika ja gezegd had. Dus dat is hartstikke achtelijk, maar zo werkt het wel. Ik denk dat het orkest alleen maar beter is gaan spelen door de jaren heen. Alleen maar beter en beter is geworden. Sommige mensen verheerlijken de eerste tijd. Met Leo Kuipers en Willem van Maanen en Bob Driessen. Maar dat was een andere tijd.
We zijn nog steeds behoorlijk links denkend, denk ik. Behoorlijk socialistisch, idealistisch eigenlijk meer. We willen gewoon het beste. Maar dat, eigenlijk beperkt zich dat tot de muziek. Het is niet de harde binnen, het is net een apenhuis in Atters. Allemaal de rook en van sigaretten, pijp, sigaren en wat niet meer. Dat is diep in alles getrokken. En dat gaat er niet meer uit. Ik heb gisteravond die deur al een uur open gehad. Maar dat helpt ook niet. Even kater, hè? Je hebt een kater. Het duurt het langer om te staan. Dag. Ja, ja, dag. We hebben een jaarlijkse reissubsidie. Dat is gewoon een vast bedrag. Ja. En dan mogen we reizen waar we willen. We kunnen ook mee naar Diemen reizen. Of nou ja, waar we willen. Jaarlijks worden er rapporten gemaakt. En als je ziet hoe wij met ons geld omgaan, dan wordt ons bijna kwalijk genomen. Dat wij zo zeer rendabel met de spullen omspringen. Dat we dus heel weinig overhead hebben. En eigenlijk al het geld wat er binnenkomt, dat gaat naar salaris toe. Er zijn in Nederland bijna geen jazzclubs meer. Of geen clubs meer die de ruimte hebben of een orkest als ons kunnen betalen. Dat is er niet meer. Al die clubs zijn allemaal door de overorganisatie. Is allemaal, laten we zeggen, naar de kloten gegaan. Ik vraag wel eens af. Hoe is het in godsnaam mogelijk en hoe houden wij het in godsnaam mogelijk zo lang uit? Want soms heb ik echt tegen de klip op je nog steeds blijven verdedigen en het zogenaamd weer bewijzen. Of je krijgt nieuwe formulieren toegestuurd of, en dan zit er dus iemand die zit daar net en dan moet je dus gaan vertellen wie je bent en wat je al gedaan hebt in je leven. Kunt u een overzicht geven op een A4'tje van wat u al in uw leven gedaan hebt? Als je een idee, een muzikaal idee in je hoofd hebt, dan is het het beste om het maar meteen op te schrijven, dan ben je er van af. En dat heeft me mijn leven lang achtervolgd, dat als ik iets in mijn kop heb, dan moet het eruit. Dus ja, dan kan je het beter opschrijven. Ja, hij doet het in die middenkamer en dan zit ik in de voorkamer en dan hoef ik dus niet op mijn tenen te lopen zoals ik thuis kom. Ik moet alleen niet meefluiten, want tegenwoordig dan speel je het in de piano en dan kan je dat tegenwoordig via een chip of weet ik veel wat, kan je dat beluisteren. Dus ik heb het al 20 keer gehoord, dus ik ben dan erg geneigd, niet eens dat makkelijk is meefluiten, maar dat ik dan even mee, en daar wordt hij gek van. En dat doe ik wel eens zonder dat ik het weet. Ik denk, lekkere muziek. Daar komt hij weer. Oh nee, dat mag niet. Maar het duurt weer heel erg lang voordat hij dat dan zegt. Dan zegt hij, gaan we weer fluiten. Je hebt een motief of een idee in je hoofd. Het kan van alles zijn. Het kan een combinatie van instrumenten zijn. Het kunnen 3 noten zijn. Het kan iets heel lulligs zijn waarvan je denkt, dat is eigenlijk te ordinair om te gebruiken. Maar dat zit wel als een spin in mijn kop. En dan dat ordinaire haal je er dan af door het te veranderen. Dus door het ordinaire dan te ontkennen, bij wijze van. Maar dan heb je een begin. En als je maar helemaal een begin hebt, dan hoef je ook niet verder je huis op te ruimen.
Het is een kinderkamertje. Daar staan mijn kindjes in. Mijn opusjes. Hoeveel heb je er geschreven? Tegen de 500, hè. Ja, heel veel. Hoe heb je noten leren schrijven? Door het mezelf te leren. En ik heb dus op dat kamertje daarboven, die Zeeburgerdijk, heb ik mezelf dus noten leren schrijven. Door het te doen. En dan bijvoorbeeld door mezelf te laten spelen of door anderen. En dan bleek wel of het wat er van klopte. Of het inderdaad deugde, of het, het kon. En of het aan mijn verwachtingen voldeed. Je wist heel vroeg wat je wilde, hè? Ja. Het jongetje had geen andere keuze. Hij was zeer, zeer ambitieus, ja. En had... Want het mooiste van het leven, dat was de muziek voor hem. Waar hij eigenlijk zich het meest gelukkige bij voelde. En waar hij visioenen eigenlijk voorbij trokken. In bepaalde soorten muziek. Toen dacht hij, ja, als ik dan toch wat wil in mijn leven, misschien moet ik dan dat wel gaan doen of zo. Of althans, daarnaar streven om dat ook te bereiken. Of een poging te doen die kant op. Dit vond je ook altijd mooi, hè? Dat vond ik het mooiste wat er was. Ja. Voorbij komen op de Zeeburgerdijk, want dan kon ik dus helemaal vanaf de tunnel. Hoorde ik al bij de molen dat van of uit de Dapperstraat of vanaf de Oosterburgergracht of Wittenburg kwamen die brandweer aanrijden. In de Indische buurt. Er was altijd wel weer een fikkie. Een idioot die de boel in de fik gestoken had. En dan klopte het hart twee keer zo snel. Dat in combinatie met muziek. Met de radio aan. Of de buren die tegen elkaar schreven. Of de visboer die één keer in de week langskwam. Die iets onverstaanbaars schreeuwde. Maar het had er wel effect mee. Want iedereen ging wel de straat om vis bij hem kopen. En ik kwam één keer in de week aan mijn draaiorgel voorbij. Je kon je smaak en je mening vormen door veel te horen en veel te zien. Dus bepaalde dingen vond ik dus helemaal niks. Maar andere dingen die waren zo sprekend voor me. Die vond ik zo rijk van inhoud. Een draaiorgel wat voorbij kwam. Ik dacht, jongen, dit is toch prachtig. Maar het geluid van zo'n ding en dat je zo'n boek voorbij zag komen. En ik denk, dat wil ik ook. Ik wil ook draaiorgelboeken maken. Dat wil ik allemaal. Dus ik heb in 1967 voor 3 draaiorgels op de Dam een concert geschreven. Ja, daar ben ik. Echt lang, hè. Overal mee bemoeien natuurlijk. En er waren de boeken. Die heb ik boven nog. Altijd bewaard die boeken. Hij staat heel wantrouwig te kijken, je ziet het. Dat is mijn vader. Dit is mijn vriendin. Willem Breuker kun je alleen met Willem Breuker vergelijken. Er is niemand met wie ik hem zou willen vergelijken. Het is een volstrekt onafhankelijke positie die hij inneemt. Hij hoort niet bij de club. Zoals Arnold Schönberg ook niet bij een club hoort. Of Edgar Varese ook niet bij een club hoort. De manier waarop hij de techniek van het componeren heeft veroverd, is zijn unieke manier geweest. Hij heeft nog nooit een concertorium van binnen gezien. Godzijdank, zou ik zeggen, want dan wordt hij alleen maar verpest. Hij heeft het een jaar of twee volgehouden op de muziekschool in Amsterdam, is wegens gebrek aan begaafdheid uitgesodemieterd. Dat is precies wat Verdi ook is overkomen, wat Wagner ook is overkomen. Goed zo, zou ik zeggen. Zet maar door. Zak gewoon
1972 heb ik een aantal stukken samengemaakt met Lodewijk de Boer. Lodewijk is muzikant, maar ook toneelschrijver en regisseur. Dus al die stukken die wij samen gemaakt hebben, die gingen altijd over onszelf, over de cultuurpolitiek en wat onze positie was in het Nederlandse muziekleven. En daar viel heel veel eer aan te behalen. We hadden wel de wind mee, omdat er veel te kankeren was, toch? Ja, dat ging ook veel antologie, over onszelf. Antologie is een enorme kankerpartij. Ja, op een grote belachelijke makerij en ja. in de zeik zetten van de situatie. Ja, ja en er werd een kunstbaby geboren. Het decor was een grote kut met een glijbaan. En die belandde dus in een box. En daar werden al die baby's, die kwamen dus via die glijbaan, kwamen dus in die box terecht. Dus wij worden ook allemaal geboren met instrumenten, met luiers aan. Eindigde in een soort eigenaardige padstelling, muzikale padstelling. En op een gegeven moment kwamen er iets van 100 baby's uit de kap vallen, van die poppen. Die vielen kapot. Dat is ook een beetje de tijd van de echo van Vietnam. Muziek op straat, kijken ja. Hoe het gaat. En toen gingen ze de straat op en het publiek erachteraan. Naar Frascati en weer terug. Als ik met Willem werkte, om vooral zijn lyrische en romantische kanten, zeg maar, zijn meer dat volkse meer naar voren te halen. Ik ben nou niet echt direct een liefhebber van dat door elkaar heen tetteren. En waar het dan aan het echte langdurige improviseren gaat, daar kan ik nooit zoveel chocola van maken.
Ik hou van de strak gearrangeerde dingen, maar ik hou vooral ook van een mooie, herkenbare melodie. In Stroomman zat dus ook wel duidelijk dat lied van Misère en zo. Waarin ik heel duidelijk aan hem vroeg, kijk, dit is Brecht-achtig. Dus kom jij met een stukje Weil. En zo voor een deel natuurlijk ook de jukebox, hè? Het jukebox-effect. Hij kon zoveel. Daar klonk dan toch altijd weer in door zijn eigen toon. Dat was het grappige ervan. Genomen vanwege zijn wendbaarheid en juist vanwege, daarom wil ik dus graag met hem werken, vanwege dat hij alles kan. Er zijn geen wetten. Hij wil wel de hele tijd lol maken en dus dan, daarom is het zo grappig dat hij die noten altijd weer wil opschrijven, want dat is een klotenwerk, dat is een monnikenwerk, dus elke keer moet hij dan weer keihard werken. Dat stuk met die sopraansaxen, er zit dan zo'n tweede stemmetje achter. Ja, dat is heel simpel, maar zo verschrikkelijk effectief. Werkt zo op de onderbuik. Wel eens stil, maar dan is hij. En dat weet ik dan echt niet. Dat moet hij binnen 2 dagen een strijkkwartet klaar hebben. Terwijl er dan op het antwoordapparaat staat van mogen we vast de eerste 5 bladzijden zien. En die staan er dan nog niet op. Dus dat denkwerk voordat het uit de pen rolt, dat neemt veel tijd. En dat wordt er niet bij vermeld. Dus dan zit hij met dat gezicht wat daar ook op gebouwd is op. Maar ik ben echt, want ik ben een ongelooflijke druk iemand. Maar ik ben niet, ik val hem niet lastig daarover, hoor. Ik vind wel dat echt iemands. Ik bedoel, ik ben niet zo. Je hebt van die koppels die vinden dat je zelfs elkaar gedachtes moet kunnen goedkeuren of dat je niet eens aan een andere vrouw mag denken of zo. En dat volgens mij is dat een cul-de-sac van het Westen. Daar zijn de mensen helemaal niet voor gemaakt, volgens mij. Beautiful girl, de la Francesa, $2, tu seras content. Entre chez moi, zeg que jij het was. Zeg, ga je bril op, weer intelligent uitzien als je geknipt wordt. Doen we weer gewoon componistenhaar? Ja, doen componistenhaar. Beethoven gaan. Koep Beethoven. Ja. Zo. Wat een mooie componistenlokken hebben. Mooi, hè? Ik heb een hele grote verzameling, ik denk de grootste verzameling in Nederland van de muziek van Kurt Weill. De beste componist van de eerste 50 jaren van de vorige eeuw, 1900-1950.
En daar reken ik Stravinsky, Schoenberg en Weber en Almenberg en al dat soort mensen reken ik dan even niet mee. Want die hebben gewoon iets anders gedaan met de muziek. Maar als je gewoon over de humane muziek hebt, over hoe je met muziek moet omgaan en wat je daarmee aan een groot publiek kan vertellen met toch zoveel inhoud, dan is hij het grote voorbeeld. Ja. Fantastische componist. En er zit een rot op, beetje ja. Normaal. Nee. Ja, we kunnen even kijken. Kijk. Even kijken. Regardez, regardez, regardez. We hebben gebruikt voor een radio-uitzending van 48 uur hebben we gemaakt. In 12 uitzendingen van 4 uur. Het hele oeuvre doorgespit. En daar zat nog 3 jaar research aan vast. We zijn in Amerika geweest, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk. We hebben veel artiesten opgezocht in Amerika die in zijn stukken hadden gestaan, Broadway-stukken. Eigenlijk je hobby vervolmaken. En daar hij fish. Er hat Zähne und die trägt im Gesicht. Und Mackie ist er hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an dem schönen. Blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man mitgeht. Je bent er wel heel diep ingedoken. Ja, te diep. Te gek. Maar ja, ik ben iemand, als ik eenmaal aan iets begin, dan wil ik er ook alles van weten. En dan is er ook geen weg meer terug. Geen stop is er op te krijgen. Er moet een mens achter die muziek zitten. En dat is niet zomaar iemand, dat is een heel bijzonder iemand. Die heel veel weet, heel intelligent is, de hele muziekgeschiedenis kent. En dat idee wat je hebt, dat wordt alleen maar bevestigd hoe meer je erin duikt. Humaniteit is belangrijk. En dan dat allemaal in dat vreselijke Amerika. Iemand die uit zijn eigen land in 1933 verdreven is omdat hij Jood was. En in 1935 naar Amerika vertrekt. En daar eigenlijk de hele muziekgeschiedenis weer opnieuw op zijn kop zet. Wat heb ik geleerd? Door met zo weinig mogelijk noden zoveel mogelijk proberen te zeggen. Vroeger was ik hartstikke ingewikkeld, monomaan, gek. Veel te veel beweren, veel te veel dingen erbij slepen. Wat het vaak niet overzichtelijker of duidelijker maakt. Dus gewoon met hele eenvoudige middelen proberen veel te zeggen. Nou, dat heb ik van hem geleerd, ja. En ik heb ook van hem geleerd hoe je met harmonieën moet omgaan. En hoe je... Ja, je leest het, je kijkt, je ziet wat er gebeurt... Je ziet de dwarsheid zie je erin. Dus absoluut iedere keer. Geen één maat is hetzelfde. Het is nooit de herhaling van een maat. Het is altijd gebeurt er wel iets. Een kleinigheid waardoor je denkt van ja, daar is over nagedacht. Nou, dat is knap.
Nee, laten we eerst even de stukken bij elkaar zoeken. Foxtrot. Zeggen we ja of nee? Ja. Mandalay. Ja. Je ne t'aime pas. Benares. Mars en dan Foxtrot? Mars. Mars. My ship misschien? Ja, my ship. Zullen we nog even wat spelen dan? Ja. Moet je ook een kopie van mij hebben? Zou het daar zijn, bij die hele appelbaan? Ik voel me net een soort Jan van de Keuken. Ik moet gewoon bij me verschonen. Super blazen. Perfect. Blazen. Zat er maar spieken terug. Goed, ja. Robben lekker janken blazen. Robben lekker janken blazen. Robben lekker professioneel. Goed, ja. Ik ben een vinger. Acht dame.
Nou, ik heb het met een aantal andere mensen op het opgericht. Onder andere met Willem van Manen. En dat had te maken met het feit dat wij beide in de Amsterdamse Kunstraad in de muziekcommissie zaten. Ik zat er voor het Genootschap van Nederlandse Componisten. Hij zat er voor de BIM, Beroepsvereniging Improviserende Muzici. En wij pleitten dus heel erg sterk voor een eigen plek die we graag wilden hebben. Nou, dat vond dus iedereen ontzettend belachelijk. Behalve voorzitter Reimert Leeuw, die vond het een hele goede gedachtegang dat er zo'n huis en zo'n plek moest komen. Nou, dat is in 1974 is dat ons dat dus gelukt. En toen ben ik aangekomen om de wc schoon te maken en weet ik wat, en het kantoor in te richten en te zorgen dat de programma's kwamen en dat er gespeeld werd en dat er een juffrouw aan de deur zat, dat er elektriciteit was, dat soort dingen allemaal. En dat deed ik ook met plezier eigenlijk, want ik was een beetje de uitvoerder. Een hele belangrijke man in dit hele begin gebeurde is Hans Dulver geweest. Die heeft waanzinnig de schouders eronder gezet. Die was hier iedere dag en die heeft het eigenlijk runnelder gehouden. En die heeft ook de artiesten uitgezocht die hier moesten optreden. En omdat hij een enorme ervaring had in de periode dat hij de concerten in Paradiso organiseerde. Dus hij kende heel veel mensen, kende telefoonnummers, hij wist wat die mensen kosten. En, nou ja, toen is het dus met veel pijn en moeite van de grond gekomen. Soms doet op zijn instrument, dat is voorbij het gênante en daar kom je dan ook heel dichtbij. En ik dacht dat hij dat nog steeds kan doen en dat het nog steeds zoveel impact heeft op mij die, laten we zeggen, vergelijkbare situaties heeft meegemaakt. En dan zegt hij ook wel, ja, dat kan ik dus niet elke keer doen, want om die power op te brengen, om zo diep te gaan, dat kan gewoon niet altijd. En daar voel je wel, ja, dat je dus aan een hele diepe bron zit. En dan wou ik hier, bij ons hier, dus dat is klavier, hier. Ja. Ja, hoe ver wil je? Hoe ver ga je? Dus ik zit naast jou, hè, vertel. 1, 2, 3, 4, en... Komt er waar ik alleen voor leef, mijn hart aan geef. Bij wie ik vind dat wat ik nu ontbeer. Liefde voor altijd, 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 altijd.
ba 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 do 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 ba do 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 ba do da da sa da da do da da do da do ba do 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 ba do ba do 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 da she ba do do ba do ba 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 do 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 da da. Nou, het is een stuk beter, hè? Maar er zitten wel wat dingetjes in. Het begin is niet goed van deze. Nee, het begin is niet goed. Je hoort ook dat de trompetten niet gelijk zijn met ons. Pa, 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 pa. Dat ritme, dat is... Er gebeurt al zoveel, hè? Dus ja, daarom. Het zijn allemaal rare tonen eigenlijk. Dus dat, als je die niet... Je kunt beter langzamer spelen. Ja. Dan ja, dat we het opnaaien, weet je wel. Het zit steeds sneller te worden, vind ik ook. En dan kom jij in en, en dan... Nou, het begint wel te lopen vanaf de laatste drie maten. Ja, die doen we even over dan. Die de, laatste, de laatste maat is perfect. De laatste drie maten doen we niet over. Telkens weer. De werkster van de katholieke school, dat is die. Wat, wie was wel? Die hebben er water tegen me aangegooid. Ik moest om 5 of 6 mijn moeder nog een boodschap doen op de hoek. Dus ik ren naar de winkel voor 6. Die werkster van de katholieke school, die pleurde net en hebben water naar buiten. Werkster. Tegen mij aan. Van de smerige goers. Gadverdamme. Mijn broer had het observatievermogen om al die mensen uit de buurt te tekenen. En die was dan de Bunzing. Die woonde aan de overkant. Wie hier binnentreedt, kan elke hoop laten varen. Vrij naar Gerard Reven. Verdomme. Meneer Thijssen. Dag meneer Thijssen, ik ben Willem Breuker. Ja, Jan Thijssen. Ja, hallo. Dank u wel. Even kijken, ik heb hier dus lang gewoond, zoals u begrepen heeft. Ja. En dan... Dag mevrouw. Dag. Willem Breuker, dag mevrouw. Ja. Dat is mijn broer. Ja. Het is... ja, hier is ons vroeger. Hier stond vroeger een muur. Heeft u er zelf naar uitgehaald? Ja, ja. En dan was hier de slaapkamer. En daar was een wastafel, daar was geen deur. Hier spookte hij dus alles uit, naast elkaar. En hij kwam altijd dus... Om 4:15 thuis, dan hoorde ik dus, zat ik beneden te werken, hoorde ik dus in de keuken boven. Dus dan kuste hij mijn moeder en ging vervolgens naar beneden. Had ik één keer een plastic paddenstoel gekocht. Had ik zo midden op het grasveld gezet. Nou, hij is nog nooit zo snel beneden geweest. Hij begreep het absoluut niet wat er aan de hand was. En toen had hij door dat hij in de maling werd genomen. Nou, zeg, dat was een beetje een anarchistische man was het wel. Ja. Maar wel een fantastische man, een hele eerlijke. Was een aardige vader ook, ja. Oh, kijk, oh, dat loopt helemaal niet door. Nee, je moeder. Daar kon ik mee lezen en schrijven. En verschrikkelijk mee lachen. Heeft ons dat een beetje... Ik heb haar mentaliteit, denk ik, ja. Mijn moeder was ook een kijker. Ik keek ook de katten, de bomen. Zei, ja. En ik hoefde maar naar mijn moeder te kijken en een knipoog te geven. En dan wisten wij al lang hoe laat het was. En mijn vader en mijn broer begrepen daar geen moer van. Ze begrepen er helemaal niets van. Hier onder de trap sliepen altijd mensen uit het buitenland. Ja.
Hier, ik moet de surf zitten componeren. Nou, hier stond mijn piano. Na, dag en nacht. En hier zat ik dus de godganse dag noten te schrijven. En hier stond een bureautje. Waanzinnig, hé. Ah, want hier heb ik het allemaal. Dat zit allemaal uit zitten vreten. En niet te vergeten, ik heb hier ook nog heel veel gerepteerd met Han Benning bijvoorbeeld. En ik kwam hier met zijn autootje weer aanrijden. En dan moet er ook, Jezus Christus, dan begint het weer. Dan is de hele middag dus, ja, spelen en een pokkenherrie. Ja, precies. Weet je nog dat ding? Dan Willem de Groenteman. Vuile klootzak, sodemiet erop met je troep. En dan was de hele buurt liep uit. Die gaat erop. En hij met het kistje groen, dan lachte zich kapot op straat. Ja. Ja. In de schemer. Ik wist niet waar ik aan begon. Ik wist het echt niet. En ik dacht, nou ja, dat is gewoon belachelijk. En toen zag ik die notage. En dat had me eindelijk overhaald. Ik dacht, ja, die man is of gek of een genie of zo. Ik weet niet wat dit moet worden, maar is mijn beroep nog wel veilig? Dan moet u zich voorstellen, een eenvoudig klein orgeldraaiertje. Met een eenvoudig orgeltje, die moet er niet zo'n opdracht. Ik dacht dat ik naar de hemel ging. Ik wist het niet. Ik zag al mijn bussen met heel aparte figuren zag ik binnenkomen. En in het begin was dit niet goed en dat niet goed. En ik zag nog een paar dingen die niet konden. Technisch, muziektechnisch van het orgel. Daar heb ik nog in overleg met de heer. Het was toen nog meneer Breuker. Na de hand werd het Willem. Dat praatte een stuk makkelijker. Dus ik zeg, dan mag je me ook André noemen. Daar was ik erg blij om, hoor. Ja, dat was in ieder geval. Ik wist het totaal niet, want ik was totaal niet op de hoogte van wat er eigenlijk boven mijn hoofd stond. Eigenlijk was dat wel goed. Ik geloof dat Willem Breuker daar zelf ook wel enorm schrik in had. Over muziek dan wie dan ook. En dat is het, volgens mij is dat het enige waar hij echt van houdt, is muziek. Mensen komen op de tweede plaats. Muziek
is nummer 1. Ik hou van misverstanden. Ik hou heel erg van misverstanden. Mensen op het verkeerde been zetten, maar ook een indruk achterlaten waarbij ze totaal niet weten wie je bent of wat je eigenlijk doet. Dus dat heel erg contrasterend, heel tegenstrijdig, vind ik wel leuk. Vind ik wel goed, ja. Als ze het maar niet weten, als ze het niet begrijpen, vind ik prachtig. Dan stroomt mijn bloed beter door de aderen, zal ik maar zeggen. Want ik denk, als ik het zou weten, dan kan je het in een boek opschrijven en dan kan je gewoon via die principes. De toonklok van Peter Schat, ik zeg maar wat, of dat soort dingen. Dat heb ik niks aan, dat wil ik niet. Ik wil het absoluut niet weten. Ik ga net zo lang door tot ik erbij neerval. Maar het moet voor mij ook een eeuwige twijfel en een eeuwige ontdekkingsreis of een eeuwige groot vraagteken blijven. En dan kan ik veel maken. En dan ben ik aan mezelf verplicht om veel te maken.